En die nemen wij natuurlijk altijd door. Net als in de Michelin-wereld zijn dit je ingrediënten. Je moet er alles van weten om je klant goed te kunnen adviseren. Materiaal heeft natuurlijk niet alleen met kleurtjes te maken, maar ook met pasvorm, met gevoelens. En ja, je moet gewoon weten hoe dat werkt. En op een gegeven moment is dat ook gewoon ervaring op doen. Nou, zoals je ziet ben ik geen specialist op dozen. Geen foute grappen maken over mij. Dus we gaan hem eens even openmaken. Dus Holland & Sherry zit niet in Holland en is ook niet in Spanje. Dat zou je misschien denken met Holland en Sherry. Die zitten in Schotland, in het dorp Peebles. Die wil er niet dood gevonden worden. Stroom hebben ze er nog net. Maar ze weten wel van stoffen. Bubbeltjes, plastic, had je dat uitgevonden, had je gecashed. Laten we eens kijken wat er dit jaar in zit. Amy begint te bladeren en geef jij je feedback. Ik geef jou een aantal boeken en we nemen ze eens door. Ik hoop dat er toch echt wel nieuwe basic collecties in zitten. Niet alleen maar echt luxury goods. In Nederland, dat is ook wel grappig, in Nederland heb je met name behoefte aan ja, gewoon grijze, blauwe stoffen. En de rest van de wereld wil dan vaak weer iets meer bijzonders hebben. Maar dat is soms best moeilijk voor weverijen om dat zo te doen. Goed, dus het is een doos, yes, en er zitten buntjes in. Dat is een nieuwe dooskind, begrijp ik, die cashmere. Ja, met uitbreiding van alle kleuren, dus alle kleuren. Is dat een uitbreiding? Hebben we die eigenlijk al? Ik weet dat we die roze in ieder geval hebben. Maar als je nu al kijkt, zitten er nu 3 tinten roze in, terwijl het eerst maar 1 was. Dus ik ga ervan uit dat er een uitbreiding van is. Heel goed, laten we eens kijken wat er nog meer in zit. Dus we hebben daar wat, Amy. Dit is dus de dooskin. Laat maar aan Harald ook zien, hè? Kan de wereld meekijken. Dus hier heb je een cashmere dooskin. Dat is dan met name geschikt voor blazers. Dat is niet de naam van een geit. Het zou best wel een stunt zijn om die geit inderdaad blazer te noemen. Dit is het dier waar die spullen vandaan komen. Wat is een dooskin? Heb je thuis een kat of een hond of een hele behaarde man? Of vrouw, je weet het nooit, hè, met die genderdiscussies. Dan heb je een eerste vacht, maar als je daar een beetje in kroel, dan zit er vooral bij katten en bij honden, maar ook bij konijnen, zit er ook nog zo'n extra ondervacht tussen. Dat is die dooskin. Nou, daar kan je hele vette, zachte cashmere van maken. Ik hoop dat je dit op die camera kan zien. Kijk, die glans, dat kan echt alleen maar met zo'n cashmere. En waarschijnlijk is er dan ook nog een kaan cashmere. Yes. Toevallig heb ik die boy ooit ontmoet, een van die zoons daarvan, van een Pakistaanse familie. No fucking jokes met die gasten. Dit is het rauwe spul, dit is wat je wil hebben. En kijk, of je het nou doet in een kleurtje of in meer natural tonen zoals dit. This is your golden brown. Die ten ga je niet in Australië krijgen. Absoluut niet. Mooi spul, fantastisch om mee te werken. Dus voor cashmere blazers kan je weer terecht in de mooiste vormen. Wat komen we nog meer tegen, Amy? Deze is een beetje laat. Dit zijn classic summer shootings. Ja, dat denk ik niet. Waarom is dat laat? Dat zijn, we hebben klanten over de hele wereld. Met dat het nu weer winter wordt natuurlijk. Ja, oké. 280 gram. Er zit wel wat polyester door, maar dat is zodat hij wat minder kreukt en wat beter drapeert. Hij is ook wat meer ademend daardoor. Zullen we eens even checken of dat zo is? Want men kan van allerlei dingen neerzetten. Goed. We rollen zo'n hele stof op, die houden we vast, plops, en ja, dat is wat je noemt kreukvrij. Dus kijk, dit is een reden waarom mensen investeren in kwaliteitsmateriaal. Het werkt gewoon beter. Dus je hebt een auto die gewoon langer meegaat, en waar je veel meer in rijdt met veel meer plezier. Ja, dat is een keus. Ga je voor een euro, dan krijg je ja, een euro kwaliteit. Geef je 100 uit in de wereld, krijg je misschien wel 100.000. That's a difference. En hoe heet dit boek? Riviera, Classic Summer Shootings. Oké. Inderdaad, heel classic. Klassiek betekent gewoon de tonen die iedereen kent in donkerblauw en grijs, mensen. Al die rare dingen die men steeds verzint. Jee, de poel, houndstooth. Moet je gestoord als je dit op je scherm ziet. Wat de hel is dit? En waarom deze ertussen zit? Oud roze, hele interessante kleur, maar heel opvallend dat die hier tussen zit. Blijkbaar is dat hip aan de Riviera's. Goed, we gaan het boek eens verder doornemen. 280 gram, dat is een all-season gewicht. Ja, je ziet tegenwoordig dat wol met technische vezels zie je steeds meer, ook bij de topweverijen. Je hebt daar verschil in. Het moeilijke is, zit er in je kop dat dit cheap is of niet goed is, dan ga je het er niet uithalen. Uiteraard kun je gewoon voor een wol variant gaan. Oké, Amy, wat hebben we nog meer? Cotswig, volgens mij een uitbreiding hiervan, want dit zijn plains, gabardines en serges. Ja, wat is die Gostwick ook alweer? Ah, Gostwick is inderdaad zo'n super 170, hè? Even dubbel checken. Volgens mij is het die bepaalde schaal die ze hebben. Kijk, wat je hier ziet is een super 170. Dat duidt op de vezeldikte, de diameter. Nou, oké, dan weet je ook weer van, dat valt zo, dat kan je zo verwerken. En dan zijn deze schapen,
waarschijnlijk staan ze voor een greenscreen. Maar die schijnen dan in Schotland of in Engeland rond te rennen, eten beter, et cetera. Goed, wat vind jij van dit soort dingen persoonlijk? Dit was een tijd populair, dat powdercoaten. Ik denk dat je het heel goed kan dragen. Het is natuurlijk wel, het is een bepaalde uitstraling. En daar moet je wel van houden natuurlijk. It's not really my cup of tea. En heel donker misschien, omdat het dan een iets meer meleerd doek blijkt. Of hier in een bruin tint, et cetera. Ja, ik vind het mooi voor een broek, maar als een heel pak vind ik het vaak heel heftig. Ja, dus bijvoorbeeld als vest zou het mooi kunnen, et cetera. Ja. Het is voor de rest een schitterend materiaal, ultra. Kijk, hier heb je wat ik noem een mooi blauw. Gewoon een twil, dat werkt. Super 170, ja, de classics, altijd goed natuurlijk. Oker. En wat zien we hier? Oké. Dit is wel interessant. Dus dit is een serge. Zo heet dan dit weefsel, dat type stoffen. Dus je hebt hier die twil. Dat zijn die banen die schuin lopen. Dat is ook hoe je spijkerbroek gewoven is. En dan zie je met het serge dat er iets meer melee in zit. Dus dit geeft een hele geklede look. Maar dan toch niet zo kantoorachtig. En dat is wel gewoon de shit die men tegenwoordig wil dragen. Dit soort stoffen vraagt echt tijd en aandacht. En dat is ook kleding die je voorzichtig moet dragen. Dus dit is echt iets voor de meer volwassen pakkendrager. Zo gezegd. Grijs. Mooi spul. Ja, we zullen zien of men daar weer zijn interesse in heeft. Maar hier kan je in ieder geval de wereld mee rond. Dus goed voor de trouwpakken, et cetera. Ga jij dat doen met de rest? Yes. Nou, de Premium Classic. 280 gram, dus ook eigenlijk het hele jaar rond. En hier zitten eigenlijk alle... Dus dit is in vergelijking met die Riviera, gewoon die 100% wol dan voor dit seizoen. Is die merino wol die ze dan altijd hebben daarin. Ja. En dan ook weer alle klassiekers erin. Strepen, hairline strepen. Ruit. Ja, checks. Heel goed. Bird's eye. De bird's eye zit er ook dit jaar een wat lichtere grijs in. Blijft magic dat het ene pak van mij hier tussenin zit. Ik snap niet dat mensen dat naam en niet namaken, want dat is gewoon, you're gonna be rich. Kijk, dit is een shark skin, dat is ook altijd wel interessant. En wat ik hier wel fraai aan vind in deze collectie, zijn toch ook dit soort ruiten. Dat zie je steeds meer. Mooi om te zien dat ze dit weer hebben. Mijn bedrijf is ooit begonnen met dit boek van 20 jaar geleden en een zwaardere variant. Daar kan je eigenlijk de hele wereld mee door. Ik heb er zelfs nog een pak van daar hangen die ook nog steeds wordt gebruikt 20 jaar later als voorbeeld. Perennial. Dus dit is ook wel leuk om te zien. Je hebt hier dus eigenlijk een heel klassiek bulk 100% wol, wat goed is. En dan heb je hier die Riviera, wat dan eigenlijk die bandbreedte overhevelt naar het moderne met de kunststofvezel, wat op hetzelfde uitkomt. Ik persoonlijk ga dan voor de feel toch echt wel voor die 100% natuurlijke. Maar als het om performance gaat, moet ik eerlijk zijn, is dat die met die kunststofvezel beter is. Ook dit kan gewoon. Kijk, dit is ook weer iets. Het is 100% natuurlijk, geen kunststofvezel. Maar dit gaat met je pak niet lukken, wat je in de winkel koopt. Zie, die wol die is bijna kreukvrij. Hier is hij helemaal kreukvrij. Laat je die 2 minuten hangen, is het warm, dan is hij ook gewoon klaar. Dus goed voor de performance. Top. Laten we eens kijken wat er nog meer in zit. Ik heb hier nog... Gabardines. Ja, gabardines. In Nederland niet zo heel populair, want die dingen kosten geld. En in Nederland gaan we dan heel vaak in de vrije tijdskleding. Of we willen daar niet zoveel aan uitgeven. Maar gabardine is eigenlijk gewoon een lichte wolsoort met altijd hele mooie kleuren die eigenlijk heel sterk is. Heel sterk is. You love it or you hate it. You love it or you hate it. Ik kan me nog een broek herinneren die niet helemaal aan mijn wensen voldeed. Gemaakt in gabardine. Oké. En dan heb ik hier nog meer boeken. Er zat nog wat in die doos. Hebben we hier Swan Hill. Swan Hill is een collectie die je al, 20, 30 jaar lang ziet komen. Het is een luxe 160, worsted, met een cashmere erin. Ja, dit is meer voor je lounge suit. Deze is wel heel gruwelijk weer. Ook qua kleuren. Je ziet de verfijning. En daarom heb je die hoge S-nummers nodig om die verfijning erin te krijgen. Je ziet hoeveel kleuren erin, hoeveel patronen zitten erin. Dan moet je een meester zijn om dit te kunnen weven. Daar zijn weinig mensen in de wereld nog die dat kunnen. Ik zou zeggen solliciteer, super interessant. Super 160, 95%, 5% cashmere. Ja, dat voel je. Helaas zie je dat niet op de camera. Dan zie je ook iets meer hoe zo'n boek is opgebouwd. Hè? Het is altijd meestal één kleur en dan een aantal krachtige varianten. Dat is een beetje in Nederland waar de leider dan in een nietszeggend grijs pakje rondloopt. Dat hij gesponsord krijgt van de firma Piep uit de PC. De rest van de wereld doet men daar niet aan mee. Dan heb je ook een statement. Je bent de baas, dat mogen mensen zien. Dan moet je je ook daarna gedragen. Dat is een keuze die je maakt. Hè? Ook hier zit gewoon een grijs in. Heel ingetogen. Is fraai.
Kijk, en wat hier ook heel mooi aan is, is van je hebt hier dus in de streep heb je nog een visgraat zitten die bijna onzichtbaar is. Ja, dat zijn communiqués. Hè? Het moment dat je dat ziet of je zit naast iemand, denk je van, damn, die is goed verzorgd. Ja, dan kun je een beetje nog indruk raken. Ook andersom, dan voel je je goed. Dan ben je opeens heel stoer. En dan kun je opeens deals wel closen en die vrouw mee het eten vragen. Ten huwelijk, weet ik veel. Dit is ook wel grappig. Je ziet toch dat dit soort kleuren steeds populairder worden. Vroeger met name bij mensen met een andere dan westerse afkomst, om het zo te zeggen. Moet je oppassen. Voor je het weet heb je quasi voor de deur staan. Maar tegenwoordig ook gewoon bij de echte kaaskop. Tentmaterialen. Dus dat is eigenlijk grijs met een druppeltje koffie. Fraai. Ja, wat heb je er nog meer in zitten? Een hoop. Ja, dit is, dat is wel heel vet. Voor mezelf misschien deze maar kiezen. Of hier. Kijk, hier zie je ook echt effecten die gewoon niet kunnen met goedkopere kledij. Heb je en weefrijen nodig en materiaal. Klassiek donkerblauw, maar dan zit er weer een of andere, weet ik veel, contra shadow streep in een andere kleur. Het lijkt net alsof er zo'n ribbon zit, zoals je iets verpakt met een mooie strik. Dat is vet. Deze vind ik voor mezelf al wat. Gewoon een shadow stripe in een sky blue. Je bent aanwezig, je schijnt, je fonkelt. Zoals u merkt, ik kan toch mijn mond niet houden, dus dat kan. En hier hebben we de klassiekers. De klassiekers en heel eerlijk, lieve mensen. Dat is natuurlijk 99% van de pakken die wij maken zijn gemaakt in dark navy en anderzijds dark grey. Zo, dan hebben we die ook gehad. Wat vinden we nog meer? De Escort Classic. Knal jij er eens in, Amy? Het is voornamelijk voor jasjes, 280 gram. Zijn er wat meer uitgesprokene stoffen over het algemeen. Dus de wat meer kleurrijke ruiten zitten daarin. Voor de rest, ja, gewoon 100% wol. Maar het is lamswol, toch? Ja. Ja, dus lamswol. Lamswol is altijd nog wat meer fluffy en nog wat zachter. Kijk, hier is. Dan moet je er wel twee kopen, zo schattig zijn ze. Die is wel heel vet. Die vind ik ook wel heel cool. Kijk, deze kan heel vet zijn. Waarom? Dat is echt dat moderne kleden. Hè? Dus noem het casual chic. Donkerblauw met inderdaad, zie je dat? Het is gewoon een spijkerbroek, maar anders geïnterpreteerd. Donkerblauw en ook op je spijkerbroek zit dat bruin goud. Weet je toch, die knopen en al die shit. Dodelijk om zoiets te dragen. Ziet er gruwelijk uit. Kun je ook een vet pak mee maken. Of zeg maar het model spijkerbroek, maar dan met deze stof. You can do that. That's nice. Dus dit is echt voor het moderne kleden. De ondernemers, de mensen die kunnen en willen besteden, maar niet meer in een pak willen lopen. En dat zie je steeds meer. En natuurlijk ook gewoon de classics. Vaak maken we er vesten van, hè, voor trouwpakken, et cetera. Dat is een hele mooie. Ik zou deze ook echt onthouden. Dit is een stof die zeer goed zou kunnen verkopen. Kun je ook goed combineren met andere stoffen. Zeker. En wat je ook ziet. Je ziet het is het klassieke met het moderne tegenwoordig. Net als fusion koken. Is de stretchstoffen. Zie je ook steeds meer. Het is niet de stretch zoals je in de winkel hebt. Maar met lycra erbij. En lycra is ook geen goedkoop materiaal. Hè? Dat is echt duur. Kijk. Power van lycra is, het stretcht alle kanten op. Dus horizontaal. Is het horizontaal? Ja. Verticaal, maar ook diagonaal. Dat is het prettige. Dus het kan ook weer terug in zijn vorm komen. En dat is het probleem met andere materialen, zoals elastaan. Die hebben dat gewoon veel minder. Dus je moet lycra hebben. Dus als je echt een strak pak wil hebben. En we maken natuurlijk veel damesbroeken. Ja, dan kan het echt strak op je gat, om het zo maar te zeggen. Zoals jij dat wilt. Ja, dan heb je toch een hele andere bite wanneer je zo'n materiaal hebt dan wanneer je in je Massimo Dutti kinderarbeid shit rondloopt. Dat moet je allemaal zelf weten. Ja, en dan kun je ook gewoon een mooi pak van maken, maar dan net wat strakker aangemeten. Dus die beweging zit erin. Hè. Op de fiets in Nederland, je kent het wel, visgraten. Zelfs een beetje een flannelachtige look hier. Oké, wat is het gewicht hiervan? Oh, 325 gram. Hè. Niks mis mee. Dus dat kan heel goed zijn inderdaad ook voor damesbroeken die toch wat strakker moeten. Voor onze Carina. Ja. Ja. Die stretst een beetje mee. En wat is dit? Oké. Dat is wel. Nieuwe strepen inderdaad erin. En by the way, dit is wel grappig. Zie je dat een streep is nooit helemaal een streep? Het zijn gewoon arseringen. Het zijn helemaal geen strepen. En hier heb je dan een beadstripe. Ik weet niet of je dat kan zien, maar dan zie je eigenlijk gewoon een soort van morsecode erin gedaan. En ik durf te zweren dat Winston Churchill technisch, als je dit door een morsapparaat hoort, dat je een of ander dodelijke geluid krijgt of zo. Goed,
Dus dit was de unboxing, om het zo maar te zeggen, van de nieuwe seizoenscollectie van Holland & Sherry. Uiteraard verkrijgbaar bij De Oost, vanaf 16:10 op de Bilderdijkstraat. We gaan de Overtoom verlaten. We zijn klaar met die huurbaas hier. De groeten met je pandbubbel zo groot met een tuin erbij. Kun je de stoffen nog beter zien. Dit zijn de nieuwe stoffen, maar we hebben ze over een periode van 100 jaar met nog 50 leveranciers. Dus je kan laten maken wat je wilt. Ik wens je het beste. Mazzel. Bye.